Mare Dobber, je bent de series. Ja, dat was de bedoeling. En nu is het gewoon uitrusten en dan het echte werk gebeurt straks pas. Dus dit is gewoon, dit moest gewoon even gedaan worden. Echte werk is straks? Ja, de finale. Eerst natuurlijk de halve finale, dus we moeten het stap voor stap blijven afwerken. Maar het is de bedoeling dat in de finale natuurlijk het hardst gaat straks. Ja, lijkt mij. Als we kijken naar jouw seizoen tot nu toe, ja, een beetje het indoor begint eigenlijk nu eigenlijk voor jou het seizoen, hè? Ja, ik heb nu, dit is denk ik mijn vierde wedstrijd. En ik heb mijn PR al aangescherpt naar 49. Dus ja, het gaat gewoon goed en ik ben fit en belastbaar. Dus ja, er kan gewoon goed getraind worden. En dat blijkt nu al. En 60 blijft gewoon een beetje aan de korte kant van mij. Dus ik heb heel veel zin in outdoor als het gewoon alleen maar langer wordt. Doelen outdoor, wat zijn dat? EK, dat ik denk ik daarna. Ja, zeker. Dat is zeker mijn doel. 200 meter limiet, ik denk dat dat realistisch is. En we hebben natuurlijk de estafette, waar zowel naar het EK een team gaat als naar de Spelen. Dus daar wil ik ook heel graag onderdeel van zijn. Dus daar ga ik alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. Dus zit je eigenlijk best wel dichtbij, hè, bij dat team? Ja, we zijn gewoon, je ziet nu dat er een behoorlijk grote groep meiden is wat heel dicht bij elkaar zit. Ik denk, je hebt natuurlijk Daphne en Jamil die er wel met kop en schouders bovenuit steken. Maar daarna is het gewoon heel breed. En we houden elkaar scherp. En dat is alleen maar denk ik goed voor mooie tijden. Moet je je dit seizoen denk ik nog verbeteren? Wil je er echt bij horen? Ja, dat denk ik wel. Maar dit, wat ik zeg, dit is dan de 60 meter. En het gaat natuurlijk straks om de 100. Ja, dat bedoel ik, outdoor. Ja, zeker. Ja, en ik denk als ik hier op de 60 al verbeter, dan heb ik er wel goede hoop in dat ook, als het langer wordt, dat ook gebeurt. Dus fit blijven. En dan kan het wel eens een heel mooi seizoen worden. Dat is de grootste kunst, hè? Fit blijven. Ja, dat weet je. Atletiek is gewoon een hele blessuregevoelige sport. En ik heb in het verleden best wel wat blessures gehad. Maar wat ik zeg, ik heb nu een half jaar gewoon zonder pijntjes kunnen trainen. En het gaat goed. Ik heb plezier in. Dus dan komen de tijden wel vanzelf. Ik zie dat je er plezier in hebt. Nou, mooi. Stapje voor stapje verder. Ja, precies. Dankjewel. Spreek je straks wel weer. Dankjewel, hè. Ja.